Gerrit Hendricks, 500ste wedstrijd voor AVC Heracles. En dan zeggen ze altijd van, er is geen clubliefde voor één bepaalde club. Oh, absoluut wel. Mijn hele leven al. Heracles is, ja, een passie. Wanneer ben je begonnen bij Heracles? 1984. Jongen, jongen. Zoiets? Ja, volgens mij wel, ja. Ik weet het niet precies meer, maar volgens mij is het omtrent die tijd, ja. En dan speel je 500 wedstrijden voor één club. Nooit intentie gehad om naar een andere club te gaan? Nee, nooit. Nee. Ik zou alleen als ik naar de prof zou gaan, ga ik naar de prof toe. Toen de tijd. Maar als ik dat niet zou kunnen halen of bereiken, dan ga ik niet weg. Dan blijf ik hier. En had dat erin gezeten op een gegeven moment dat je naar de prof zou zijn gegaan? Dan kunnen anderen denk ik beter over worden, denk ik niet. Misschien wel. Ja. Als ik mijn levensstijl iets beter had aangepast. Ja, dan misschien wel, ja. Goed. AVC Heracles, een club die ontzettend in jouw hart zit. En waarvoor jij eigenlijk op het einde gekomen bent van je loopbaan. Of zeg ik nou iets wat helemaal niet waar is? Wel bijna aan het einde, ja. Maar ik was wel van plan om volgend jaar nog een jaar door te gaan. Mits ik het aan kan natuurlijk. Als ik niet meer van waarde ben, dan stop ik. Maar dan blijf ik wel betrokken met de eerste helft al. Je staat bekend als een man die, als het nodig is, er even in komt om zijn doelpuntjes te maken. Ja, dat was vroeger wel zo. Ja. Dat is de laatste tijd wat minder. Maar ja, ik ga straks weer mijn best doen. Ja. Sta je in de basis? Ja. Dat betekent dus met je 500ste wedstrijd dat jij vanaf het begin acte présence mag geven. Ja, zeker weer. Had je anders verwacht? Nee, eigenlijk had ik niet anders verwacht. Maar ja, okay. Het is natuurlijk wel zo dat jij staat bekend als een mannetje die zijn tegenstander nog wel eens uit de wedstrijd wil praten. Ja, ja, ik kan af en toe een klerenleider zijn, ja. Ja, ja. Het doel heiligt de middelen, zeg ik altijd. Dat betekent dus, als er maar gewonnen wordt, dan mag er, is eigenlijk alles gewonnen, of? Ja, na de tijd zijn we vrienden, gaan een potje bier drinken. Ja. Ja. Maar tijdens niet. Hoe voelt dat nou, 500 wedstrijden voor één club? Eerlijk gezegd voelt het niet anders dan anders. Nee, gewoon zelf. Dat is nou eenmaal zo, dus. Er staat straks nog een huldiging op het programma. Dat onderga je en dan gooi je het van je af. En dan ga je gewoon de wedstrijd spelen. Ja, zeker weer, 100%. Ik wil gewoon die 3 punten en voor de rest stelt er voor mij vanmiddag niks. En na de wedstrijd zien we wel verder. Ja. Nou, wat kan. Nog een wat. Ja? Ja.